Wij zijn hier in het Delft Centrum, ik ben Emiel. En ik ben Kevin en wij gaan vandaag een paar vragen stellen over zwemmen. Dat er meer aandacht moet komen voor de zwemmen. Tuurlijk, ja. Want hier is heel vaak zwemafval op straat gegooid en dat is niet goed voor het milieu. Klopt. En dat niet. Ja, dat vind ik wel, ja. Ik vind dat er heel veel zwerfafval is. Kijk daar maar, niet gewoon gelijk. Zwerfafval, ja, zeker. Want de gemeente die gaat over schoonmakers, volgens mij, als het niet er is. De gemeente gaat over mensen die... het is al landelijk probleem als in. We vinden allemaal dat er minder afval op straat moet zijn. Maar ik vind dat de gemeente daar het meest aan kunnen doen. Ik vind dat de gemeente ook al minder afval hebben. Er mogen best wel grote boetes zijn, volgens mij word je daar niet voor bedoeld. Bijna niet voor bedoeld, er mag best wel grote boetes voor bedoeld. Denk je ook dat ze daar genoeg tijd in steken? Ja, ik heb niet zoveel van tijd. Ik kwam midden in een grote stad, ik kwam midden hier in het centrum. Dus ja, dat is echt wel een beetje afval. Inderdaad, als we dan kijken naar woorden, zonder schoonmaakwerk naar bijvoorbeeld daar. Voetbalwedstrijd op Koningendag, of Koningsdag heet dat nu volgens mij. Of dat soort dagen, als je daar kijkt, dan is het altijd heel snel opruimd. Of inderdaad, carnaval inderdaad. Ik hou ook van carnaval. En de dag daarna is het altijd wel zo. En het wordt altijd heel snel opruimd. Dus ja, ik ben eigenlijk altijd tevreden. Dank je wel.